vorig jaar voelde 2350 kilometer nog nooit zo dichtbij. Die tragische aardbeving in Turkije en Syrië, waarbij meer dan 50.000 doden vielen. Dat ligt ons allemaal natuurlijk nog vers in het geheugen. En op het status op het netvlies de beelden daarvan. Enschede toonde haar medeleven. En overal in de stad ontstonden initiatieven om het getroffen gebied te helpen. Sumey, zelf Turks van achtergrond, dacht daar het hare van. En besloot in februari mee te doen aan een inzamelactie. Daar ontmoetten ze Filiz Yılmaz en een vriendschap ontstond. Nu zijn ze samen een initiatief gestart. En die 2350 kilometer gaan ze fysiek meemaken door op de fiets van Enschede naar Turkije te fietsen voor het goede doel. Bij ons aanwezig is Sumey Sahin. En via de telefoon hebben we Filiz Yılmaz ook bij ons. Allebei goedemiddag. Goedemiddag. We hebben je binnen, Filiz. Heel fijn. Misschien voordat we bij jullie actie aankomen, even naar het begin. Aardbeving in Turkije. Jullie hebben allebei een Turkse achtergrond, volgens mij. Ja, dat klopt. Vrienden, familie, bekenden geraakt door deze aardbeving direct? Nee, er is voor mij geen directe familie getroffen. Maar goed, zoiets raakt ons allemaal. Ik heb wel familie en vrienden van vriendinnen die getroffen zijn en van bekenden. Dus het komt dan akelig snel heel dichtbij. Ja. Filiz, hoe is dat voor jou? Ja, bij mij is precies hetzelfde als wat Sumey zegt. Maar goed, mijn familie die heeft het wel gevoeld. Ja. Omdat ze best wel dicht in de buurt van de aardbeving waar het is geweest wonen. Hè. Dus die hebben het wel gevoeld uiteindelijk. Maar gelukkig, ja, van mijn kant ook niks. Dat is inderdaad meer dan gelukkig. En tegelijkertijd, ja. Heel verdrietig. Ja, tuurlijk. Het heeft ons allemaal geraakt. En ik kan me voorstellen, als het in je eigen land plaatsvindt, want zo voelt het dan ook nog natuurlijk. Heel even voor de helderheid. Jullie zijn allebei, jij bent hier geboren, vertelde je net, Sumeyye. En dat geldt voor jou ook, Filiz, of niet? Ja. Dus in die zin gewoon echt Nederlandse Turk of Turkse Nederlanders. Dat klopt. Hoe zeg je dat zelf? Turkse Nederlander, Nederlandse Turk? Ik zou vroeger hebben gezegd dat ik me meer Nederlands dan Turks voel. Maar nu ik wat ouder ben, voel ik het toch wel andersom. Uh-huh. Ik voel me wel echt in mijn roots heel Turks. Ja. En jij, Filiz? Ja, ik zeg altijd, ik ben gewoon een Turkse tukker. Maar inderdaad, net als wat Sumeyye zegt, ik voel me echt gewoon in hart en nieren wel een Turk. Ja, inderdaad. Ja. Grappig dat als je wat ouder wordt, dat toch een beetje verschuift ergens. Ja, hè? Dat klopt. Het heeft dan toch met identiteit of zo te maken. Absoluut. Maar goed, daarmee natuurlijk, ja, misschien die verbinding met zo'n ramp als in Turkije, dat je die nog extra hard voelt, hè, extra dichtbij. Jullie zijn toen meteen een inzamelactie, hebben jullie aan meegedaan. En daar hebben jullie elkaar leren kennen, volgens mij. Ja, dat klopt. Hoe is dat gegaan? Ja, februari zijn dus inderdaad de aardbevingen geweest. En heel veel jongeren in Enschede, Hengelo, Almelo, eigenlijk regio Twente, hebben de handen ineengeslagen. En dan zoiets van, hey, we willen wat voor deze mensen betekenen. En zo is er dus een inzamelingsactie van allerlei spullen gestart. Dat ging precies. Het ging niet om geld per se, maar ging in eerste instantie om spullen. Nee. In eerste instantie zijn dus heel veel spullen en zo ingezameld. En alles wat goed was, is dus op een vracht naar Turkije gezet. En dat hebben we 2 rondes gedaan. En vervolgens waren Filiz en ik een keertje aan het babbelen aan de telefoon. En ja, het was toen denk ik al maart, april. De verkiezingen in Turkije waren toen al wel begonnen. Dus je hoorde al minder over de aardbevingen. En ook in Nederlandse media hoorde je er minder over. Maar zij had zoiets van, hey, weet je, wat kunnen we nog meer doen? En zo is het balletje echt een beetje gaan rollen. Omdat zij altijd wel het idee had van, ik wil een keer fietsen naar Turkije. Ja, snap ik, maar dan ga je, want dan daar ontstaat dat plan om samen te gaan fietsen. Maar voordat je samen met iemand zo'n trip onderneemt, dan moet je wel het gevoel hebben van, nou, dat trek ik wel met deze persoon, toch? Dat klopt. En dat is daarvoor gebeurd. Wat is er gebeurd waardoor jullie elkaar vonden? Wat is dat? Ik denk vooral dat is gekomen omdat de klik er heel erg in zat. En omdat we gewoon zo'n goede en mooie communicatie met elkaar al hadden. Toen we elkaar spraken. En dat zat gewoon, van mijn kant zat dat gewoon gelijk goed. En ook omdat ik Sumeyye gewoon echt de topvrouw vind. Wat ze doet, hoe ze het doet, hoe ze communiceert. Dat haar hart gewoon op de goede plek zit. En dat voel je ook wel als mens zijnde. Dat voel je wel gelijk. Ik zie Sumeyye helemaal glimmen. Jij ziet die straten helemaal. Het is echt oprecht. En in een hele kleine periode hebben we ook zoveel met elkaar gedeeld. En ook met de aardbeving. En je voelt elkaar heel goed aan. En toen ik dus al zei van,
we moeten wat meer gaan doen. En gaan we zo naartoe, Felies. Maar ik wil even naar Chimay. Ja. Nee, dat is helemaal niet erg. Je hoeft je niet te verontschuldigen. Je bent enthousiast. Lekker praten. Maar ik wil heel eventjes naar Chimay, toch? Want we kunnen heel veel dingen met elkaar bespreken en bepraten. Dat gaat dan natuurlijk niet alleen maar over die aardbeving. Dat is toch best apart dat je iemand ontmoet. En dat er zo'n klik ontstaat. Hoe werkt dat? Waar heb je het dan over? Nou ja, over alles en nog wat. Wij zijn allebei best wel spiritueel ingesteld. Dus we hebben heel vaak diepe gesprekken, inhoudelijke gesprekken. Je kunt het altijd hebben over koetjes en kalfjes. Maar we zijn allebei twee vrouwen die ook heel erg bezig zijn met hun eigen ontwikkeling. Zowel op vlak van kennis, maar ook gewoon het leven. We hebben allebei ook heel veel meegemaakt in ons leven. Dus daar match je dan een beetje, daar vind je elkaar dan in. In de moeilijkheden die je hebt gehad. Ja. Af en toe voelde het van, het lijkt alsof onze levens toch een beetje parallel lopen op elkaar. Ondanks dat er een leeftijdsverschil is. Ik wou er niet over beginnen, maar ga ik er toch over beginnen. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 25. Oké, en jij? Jullie? En ik ben 35. Oh ja, dat is 10 jaar. Dat is heel goed te overzien. We gaan samen fietsen. Ja. Waarom? Je had van alles kunnen doen. Waarom fietsen? Ja, Felies, waarom fietsen? Wiens idee was het überhaupt? Ja, laat dat iets vooropstellen. Ja, het idee kwam dan misschien wel van mij. Maar goed, ik ben heel erg blij dat ze mee heeft gezegd. Ja, ik ga mee. 100%. Waarom fietsen? Ik denk gewoon dat wij daarmee gewoon heel veel meer bereik kunnen krijgen. En daarom dacht ik, waarom gaan we niet fietsen? Door heel veel landen. We komen natuurlijk door verschillende landen. Hoeveel? Heb je ze al geteld? Duitsland, Oostenrijk, Italië, Griekenland. Nou, dat zijn 4 landen inmiddels al. Plus Nederland, 5. Klein stukje dan. Ja. En we zullen heel veel mensen kunnen bereiken daarmee. Ja. En onderweg zullen mensen ons ook aanspreken. En met de hoop ook natuurlijk doneren. Ik ben zelf een groot fan van de Tour de France. Jullie gaan gaan 2/3 Tour de France fietsen. Ja. Vet, hè? Hoe lang denken jullie dat jullie onderweg zijn? We hebben onze route al uitgestippeld. En als het goed is, moeten we met 25 dagen... In dat is Turkije... zonder rustdag, hè, Jackie? Ja, zonder rustdag. Ik moet even nadenken. Binnen 30 dagen moeten we het halen met rustdagen. Ja, precies. Dat is echt een megatrip. Misschien hebben we het toch van... Wanneer gaan we fietsen? Wanneer gaat het gebeuren? 2 september. 2 september weg. Ja. En dan begin oktober terug ergens. Ja. En dan niet terugfietsen, dan pak je vliegtuig. Nee, we gaan niet terugfietsen. Ja. Ik denk dat mijn benen dat niet aankunnen. Heel even voor de helderheid. Hè. Jullie fietsen niet naar het aardbevingsgebied. Dan moest je nog een keer zover, op zijn minst, denk ik. Je net de grens over hè, bij Turkije. Klopt. Het is vooral om aandacht. En dan willen jullie geld inzamelen. En wat gaat er met dat? Hoe werkt dat? Wat gaat er met dat geld gebeuren? Ja, het geld dat wij gedurende de reis zullen inzamelen, zullen wij doneren aan Yuva Project. Wat is dat voor project? Yuva Project houdt zich bezig met het bouwen van ecologische huizen eigenlijk. Voor dus de mensen die getroffen zijn door de aardbevingen. En het doel is gewoon om die mensen uit die tenten te krijgen. Hè? Want ze zitten nou in die superhete tenten en in die tinnen blikken. Dus ze hebben gewoon als oplossing van, laten we gewoon van die houten, met hout, door hout te gebruiken, een beetje van die cabin in the woods woningjes bouwen. Dat mensen er wel gelijk in kunnen. En ook met het oog op duurzaamheid. Beetje het idee van een prefab. Huizen die snel neergezet kunnen worden. Ja. Geen idee, maar weet je dat? Wat kost zo'n huis? Eén zo'n huis kostte circa €8500. €8500, ja. En jullie hebben ook een crowdfunding voor die huizen. Ja. Want €8500, dat is nog een aardig bedrag. Hoeveel huizen denk je dat je bij elkaar kan fietsen? Dat is een hele leuke vraag. Felies die had in eerste instantie wel een doel van, ik zou zoveel willen ophalen. Of ik zou zoveel huizen er neer willen zetten. Ik merk dat mijn mindset een beetje...
ik stel er geen grenzen aan. Ik heb zoiets van, we gaan onderweg maken we content. We gaan kijken hoeveel mensen we kunnen bereiken, hoe groot ons bereik wordt. En ieder euro dat we ophalen, weet je, ieder euro dat telt. En als dat betekent dat we 2 huizen bouwen, fine, 2. Als het betekent 200, dan 200. Als het betekent 2000, 2000. Dus ja, ik denk dat je niet een limiet op moet zetten. Het is juist mooi om met de open blik in te gaan. En te kijken van, hey, we halen eruit wat we eruit kunnen halen. Ja, ik hoor jullie ook heel duidelijk zeggen dat de aandacht voor zo'n ramp in na verloop van tijd, dan verslapt dat toch een beetje. Dus ja. De bedoeling is ook wel om gewoon weer mensen. Ja. Er is nog steeds veel nood daar in Turkije. Absoluut. En je kan een bijdrage leveren, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, nog heel even voordat, als het om het geld gaat, dat project is, dat is een Turkse organisatie die dat doet, denk ik. Ja, ze zijn ook tot leven gekomen door de aardbevingen, zeg maar. Okay. Het zijn mensen die echt in allerlei sectoren ook werken en zoiets hadden van, hey, er was één of twee van die coördinatoren hadden zoiets van, hey, we willen wat gaan doen. En zo zijn eigenlijk meer mensen bijgekomen en ja, zo is het ook echt gewoon groter geworden. Het is echt bottom-up ontstaan. Yep. Mensen uit Turkije zelf, ja. Die zeggen, wij willen iets gaan doen. Ja. Geen overheidsbemoeienis of dat soort dingen. Nee. Dat durf ik niet te zeggen, maar... Ik hoor Fries heel duidelijk nee zeggen. Ja, inderdaad. Er zit echt geen overheidsbemoeienis bij, inderdaad. Dit is echt door mensen ontstaan, zonder dat de overheid er iets mee te maken heeft, inderdaad. Nee. Ik vraag dat omdat dat natuurlijk best gevoelig kan liggen ook, hè? Ja. Laten we eerlijk zijn. Ja, absoluut. En Filis en ik hebben zelf ook wel de deal gemaakt van, hey, weet je, dit kan ook een beetje natuurlijk met politiek bepaalde dingen geluiden oproepen. Daar gaan we ons totaal niet in mengen. Dit initiatief komt echt uit het uiterste van ons hart. We mengen ons ook niet in de politiek, ondanks dat we allebei ook wel een eigen mening erover kunnen hebben. Nee, dat snap ik, maar ik denk dat niemand twijfelt aan jullie, aan jullie goede bedoelingen daarbij. En tegelijkertijd zullen mensen die vragen in hun achterhoofd hebben van, hey, waar gaat het geld naartoe en gaat dat wel oké? Ja. Komt dat wel terecht waar je het wil hebben? Ja, het mooiste is, het zal dus gelijk doorgaan naar Jura Project. En dat heeft ook ons doen naad van, hey, wij gaan echt fietsen voor hun. Ja, dat is het eigenlijk. Dus het gaat echt wel naar een goed plek toe. Ja, helder. Nou, dat heb je heel helder gemaakt. Dus ik ben blij dat ik de vraag gesteld heb. Hey, misschien dan tot slot. Ja, vreselijk goed dat jullie dit willen gaan doen. Als mensen nu kijken en zeggen van, nou, dat willen we in de gaten houden en wij willen wel een bijdrage leveren. Wat moeten die mensen dan doen? Ja, het is goed om dit erbij te vertellen. Je kunt ons volgen op Instagram met @Felicia met double E aan het eind. Of @sumsahin_. Dat zijn onze Insta's. En je kunt Jura Project volgen op Griekse IUVA Project. De crowdfunding wat we nu online hebben gezet is dus voor sponsoring van alle benodigdheden die we nodig hebben voor de reis. Ja. En gedurende onze reis zal dus een nieuwe crowdfunding gepost worden, waarop dus ieder euro die wordt ingezameld gelijk naar Jura Project zou helder gaan. Verhaal. Dus je wil nu wat geld bij elkaar halen om die reis überhaupt te kunnen bekostigen. En alles wat daarna komt, dat gaat naar die huizen toe. Ja. Dat kan. Wij tikken hier nog even een artikeltje van. Dat gebeurt door onze redactie. Waarschijnlijk, dat gaan we hier doen. En daar vind je alle informatie over waar je terecht kan als je meer over dit project wil weten. Ja, mocht je het nu willen weten, je zou altijd even op Fundraiser kunnen kijken. Fietsen naar Turkije, daar kun je het ook vinden. Mocht je ze van tevoren al willen steunen. Maar alles komt nog even in een artikel te staan. Hartstikke super. Goed. Hey, dit waren, fijn dat jullie hier waren. Sumeje en Feliz, die in september 2350 kilometer gaan fietsen richting Turkije. Yes. Dankjewel. Dank jullie wel. Dank jullie wel.